Want daar staat Resimi Oging aan de vooravond van twee evenementen waar ze aan meedoet. Allereerst natuurlijk de Olympische Spelen en daarna de Almelo Allee. Waarom deelnemen aan de Almelo Allee? Nou, ik was daar vorig jaar om het startschot te doen voor de kinderen. En dat gaf me zo'n boost dat ik zoiets had van, nou, die 5 kilometer die kan ik zelf ook rennen. En ik zag heel veel mensen meedoen, jong, oud, noem maar op. En ik dacht, ja, daar moet ik volgend jaar ook bij staan. En als ik onder de 25 minuten loop, dan win ik een pizza. Zo, en dan is alle training voor niets geweest? Ik heb niet voorgenomen om hiervoor te gaan trainen, maar gewoon deelnemen. Ja. Nou ga je allereerst naar Rio. Ja. Wat zou het eigenlijk mooi zijn als we nu een deelnemster hadden aan de Almelo Allee met een medaille om haar nek? Ja, dat zou wel te gek zijn. Dat is wel echt gaaf, ja. Droom je daar wel eens van? Niet zozeer van dat lopen met de Almelo Allee, maar van die medaille? Ja, als je als sporter daar niet van droomt, dan heb je niet een goede mindset, denk ik. En daar droom je iedere dag voor. De logo's hangen hier aan mijn muur, dus elke dag denk je aan dat hoogst haalbare. En dat is die gouden plak. Je hebt een vriendje meegenomen, hij zit naast je. Het ziet er leuk uit. Ja, dat is eigenlijk een vervanging van Bob. Bob staat daar. En dit is eigenlijk een pop die even bij mij op bezoek is. Het is leuk, hè? Zo'n extra element toevoegen aan Almelo Allee. Ja, ik denk dat zeker goed is. Als jij Almelo Allee in één zin moet samenvatten, wat zeg je dan? Een mooie hardloopwedstrijd in natuurlijk Almelo. We hebben het aardig goed samengevat, denk ik, Resmi. Nou, krijg je van mij een opdracht. Ik geef jou een open deelnemerskaart. Uh-huh. Aan wie zou je die het liefst willen geven? Ik denk aan mijn zusjes en mijn trainingspartner die daar op de grond zit. Want? Nou, mijn zusjes, omdat ze eigenlijk hadden me beloofd om mee te doen, maar die doen niet mee. En mijn trainingspartner gewoon om te kijken wie sneller bij de finish is. Jelle, loop je haar eruit als jij mee zou doen? Want eigenlijk ben je nu wel verplicht om mee te doen. Als ik mee ga doen, dan ga ik wel mijn uiterste best doen om natuurlijk eerder te finishen als Resmi. Tweede challenge heb. Dat ik gewoon eerder aan de finish moet zijn als hem. Heel veel succes in Rio. En straks heel veel succes bij de Almelo Allee. En in dat geval allebei.